Oeh, dat is wel nice. Oké, Bundesliga, Team of the Season, reserve. Ik krijg waarschijnlijk niks. Geef me gewoon een 90 plus, weet je. Een 90 plus. Nu heb ik het al gejinxed. Een 90 plus. Nee, ik denk het niet. Ja, dan kan ik fucking Lozano lozen. Op de pleurestransfermarkt met die gast. Kan ik deze Raum ook meteen verkopen. En dan had ik nog één speler van de Bundesliga nodig. Tapsoba. Shit, die had ik niet moeten kopen. What the fuck. Oh fuck, nee. Oké dan, ik heb nog één 85 plus Bundesliga spelertje nodig. En dan hebben we Niklas Süle. Fuck it, ik koop wel Kasteels. Nee, ik koop wel Müller of Goretzka. Of... ja, Goretzka, fuck it, 170. 172k voor Goretzka, I don't give a shit. Als ik gewoon fucking Goretzka kan kopen, maar dat lukt niet. The next day. Kom nou naar mijn club, Goretzka, oh mijn god, man. Godverdomme, die EA-servers zijn weer AIDS. Godverdomme, man. Laat mijn fucking bestelling nou, EA. Is het nou zo moeilijk? Godverdomme, EA. Oh. Oké, dan kopen we Goretzka maar niet, hè. Gaan we maar voor fucking Müllertje. Ja, Müller dan. What the fuck? Nee, ik wou hem niet verkopen. What the fuck, man? Nee, ik wou niemand verkopen. What the fuck? You are made of stupid. Nee, dat wilde ik niet. Godverdomme, jee. You're so stupid. Nee, ik wilde hem juist kopen, godverdomme, jee. You stupid. Come on, EA servers. Ga nou fucking laden. Geef me... yes, we hebben Goretzka. Yes, we hebben Goretzka. Laten we de Süle, 94 rated Süle, Team of the Season, untradable Team of the Season, SPC gaan voltooien. Let's go. 8 Bundesliga spelers, 3 Bundesliga Team of the Season spelers, Bundesliga spelers 80 plus en 70 plus. 94 rated Süle, let's go! Haha. Positie centerback. 94 algemeen. Lengte 1,95 meter. 99 kilogram in de fucking club. Let's go. Hey, oprotte zilveren loser. Let's go. 107 algemeen. Holy shit, mijn team ziet er insane uit. Natuurlijk heb ik nu ook Carlos Alberto. Omdat hij fucking cheap was. Hij was maar... 4 miljoen op de transfermarkt toen ik hem kocht. 121 tempo en dat is het enige wat het ons kan schelen. Hij heeft ook fucking goede longshots. In de plaats van deze Davies, Alfonso Davies, ga ik ook zijn Team of the Season versie upgraden. Rechtsbuiten heb ik op dit moment Haller staan. Hij kan wel goed afmaken, maar ik denk dat ik toch 94 rijden David Beckham in de plaats ga doen. Omdat hij gewoon een fucking beest is op zich en... ja, maar 94 rated Süle, 105 overal, plus 11 skill boost. Ik moet hem wel nog in rangen gaan trainen zo dadelijk. 111 verdedigen, 110 fysiek. En kijken we naar de in-game sets. 121 dekking, 113 inzicht, 134 kracht, 115 agressie, 106 koppen, 108 staande tackle. Zieke sprintsnelheid, maar zijn versnelling is best wel shit. Best insane centerback hoor, Niklas Süle. Let's go, level 5. En dan zit hij op rang 1. Let's go. Tot de volgende keer en peace!